Ja, ik moet helemaal niks natuurlijk. Maar ja, ik kom dus nu net wel van de... Maar ik weet niet of die doet eigenlijk. Is je live of niet? Ja, dat staat wel. Oh, oké. Nou, mooi. Hallo lieve mensen. Ik kom net weer van de oogarts vandaan. Tadaa. Zie je niks van natuurlijk. Maar mijn druk is gezakt. Mijn rechteroog is druk 25. Dat is het oog waar de lens in zit. Waar de lens niet in is geplaatst, is het druk 30. Dus die is ook alweer iets gezakt. Ik moet gewoon nu 2 weken doordruppelen. Met 1 blind oog en 1 half oog, zeg maar. En dan is het over 2 weken weer een check-up voor de druk. En daarom wordt er een afspraak gemaakt voor het linker oog om daar alsnog ook een lens in te plaatsen. Waar lopen we nou heen? Je loopt hier nou rechtstreeks naar een... Oh, visboer. Ja. Kibbeling. Oh, lekker. Hoe ben je dat? Ik hoop niet dat Lenny meekijkt. Oh, Lenny. Oh, Lenny, ik hoop niet dat je meekijkt, want we staan bij de visboer. Maar dat is geen vleesvis, hè? Dus, maar in ieder geval... ja, ik voel me wel een stukje opgeluchter. Dat zeg ik er wel bij, want ik zat er wel even een beetje doorheen. En ze hebben me toch wel weer even een beetje een peppertje gegeven. En alleen maar door de uitslag dat mijn druk in ieder geval gezakt is. Dus het gaat de goede kant op. En gewoon doordruppelen. Even 2 weken nog even kut. En dan een afspraak maken voor het oog. En dan is het nog weer even een paar dagen weer even kut. En dan gaan we kijken voor mijn bril. En dan als het goed is kan ik weer een beetje goed kijken. Dus dat. Dus dan zijn jullie weer op de hoogte. Zo denk ik. Oh, mijn telefoon was niet bereikbaar. Ik kon niet gebeld worden, want ik had me een andere simkaart erin gedouwd. Van de KPN. Maar dan moest ik dus, weet ik veel, aanmelden of zo. En dat lukte niet. Dus mijn moeder belde al een paar dagen. En die was helemaal in paniek. En ik zat te wachten op het belletje van de dokter. Die kreeg ik maar niet, van die oogarts. En dat vond ik ook raar. Ik denk, raar man, die mensen bellen niet. Wat, moet ik bestellen? Een broodje haring? Nee, gewoon een potje kibbeling. Oh, ook lekker. Ja, lekker hoor. Een potje kibbeling. Dus, nou ben ik de draad kwijt. Waar raak ik het nou over? Ja, het is allemaal wat. Maar oké, dat was het al een beetje, denk ik zo. Dus, over 2 weken weer verder. Dan, hou ik jullie wel op de hoogte. Ja, ik zie dus ook niet veel. Oh ja, was met de bellen was ik aan het lullen. Maar ja, dat is nu in ieder geval geregeld. Dus, want ik zat te wachten op die oogarts dat hij belde. Maar ja, ik kreeg maar geen belletje. Maar dat was dus omdat die simkaart niet oké was. Heb ik weer. Mijn moeder ook bellen. En die was helemaal in paniek. Dus die belde mijn dochter op. Later, een paar dagen later. Van, hey, hij belt maar hij neemt niet op. Wat is er aan de hand? Maar ja, dat is een simkaartprobleem. Dat hebben we nou even gefixt ook hier. Dus ik kan nou weer gewoon gebeld worden. Dus het is top. Alles weer geregeld. En dan zeg ik nu even 2 weken even kut. Met een beetje slecht zicht en zo, even een beetje de dagen doorheen komen. Want ja, internet en zo, dat ziet niet op. Ik zie hier ook natuurlijk geen rol mee. Dus dat is allemaal wel een dingetje. Ik kan ook mijn plaatjes niet meer maken, dat vind ik wel jammer, weet je. Want ik maak zo nu en dan wel een fotootje. Maar ik kan die plaatjes niet maken, dus dat is wel jammer. Maar ik bewaar ze gewoon voor de volgende keer. Ja, zo. Nou, dan ga ik hem nu weer afsluiten. Dan ga ik zo lekker genieten van mijn kibbeling. En dan wens ik jullie allemaal weer een hele fijne dag. En, wees lief voor elkaar. Hè? En wees dankbaar. Hè? Doei doei.